Aaron, waar staan we hier? Wij staan op het terrein van de 50-50 Bee Green, het tuinenproject. Hier in Maastricht, Wiekerveld. En ik zie hier allemaal bakken met vrolijke vlaggetjes daarin. Wat is daar aan het gebeuren? Ieder vlaggetje stelt iemand van de buurt voor die in een bak of in meerdere bakken komt tuinieren. Dus dat zijn de eigenaren die vlaggetjes erin hebben gestoken? Precies, precies. En wie zijn de eigenaren? Het is een hele gemixte gezelschap van hier uit de buurt. Alle nationaliteiten, alle leeftijden. Ouders met kinderen, grootouders. Daar komt van alles en iedereen op af dit jaar. En die gezellige bonte kermissen, nu is het niet zo druk, maar dat komt misschien omdat het nog heel vroeg in de dag is? Het is vroeg vanmorgen. We hebben gemiddeld, gisteren liepen er een man of 8 rond, die waren allemaal met hun bakken bezig. En van het weekend waren er 20, 25 mensen bezig. Dus, merken jullie daar nu een ontwikkeling in? Is er een groei van mensen of hoe gaat het? Het wordt steeds drukker. Vorige week hadden we gemiddeld 3-4 mensen per dag die een bak kwamen pakken. Dus het wordt steeds drukker. En jullie hebben ook uitgebreid, zie ik. Wat is daar precies aan de hand? We hebben een kleine 100-tal bakken bijgeplaatst. We zijn nu bezig met een wisselprogramma, dus met wisseloogsten, wisselgewassen. En de opbrengsten daarvan gaan naar het Leger des Heils naar bij Boshart. En de rest van de oogst wordt eigenlijk door de buurt verdeeld. Dus door de mensen die hier komen tuinieren. Het ziet er allemaal heel vruchtbaar uit. Zelfs ook het gras eromheen is goed gemaaid. Maar moeten jullie niet hier heel veel spuiten en tegen onkruid in de strijd? Nee, het is een 100% biologisch project. Dus wij willen geen gewasbeschermers, geen onkruidbestrijders gebruiken. Voornamelijk veel bug-en-plukwerk. Dus gewoon manueel met de vrijwilligers weghalen. En dan is er natuurlijk ook nog een gezellige setting onder de bomen met een aantal bankjes waar je kunt zitten. Dat hebben jullie ook bewust gedaan, denk ik? Dat hebben we bewust gedaan om inderdaad een leuk plekje te creëren waar mensen uit de buurt gezellig een kopje koffie of wat fris kunnen drinken. En, nou staan de bomen nog niet in blad, dat zal nog even duren, maar er komen nog schaduwdoeken te hangen. Zodat we daar een mooi zonluw plekje hebben gecreëerd. Heb je nog een aanbeveling voor de mensen in de buurt of de scholen in de buurt of alle mensen die jullie hier nog niet hebben? Ja, gewoon komen. Gewoon kom eventjes tijdens werkdagen. Tussen 9 en 5 ben ik hier. Spreek even een van ons aan, dan word je vanzelf doorverwezen naar de juiste persoon om een bak te reserveren. En kom vooral tuinieren.